De Plexer is echt knetterpopulair volgens mij. Ja, dat gaat goed, hè? Ja, dat gaat heel goed. Ja. Maar wat, en het is natuurlijk ook fijn, hè? De Plexer is een apparaat waarmee je dus met bliksemschichtjes, zo noemen we dat maar, ja. Je oogleden kunt liften. Ja, onder andere. Hè? Ja, onder andere. Ja. Ja, maar we hebben het er eigenlijk toch ook al een keer eerder over gehad dat de oogleden heel goed zijn en de kaaklijn, ja. Toch? Maar ik ben daar wel, dus zoals ik al zei, wel voorzichtig in. Ja. Gewoon te adviseren. Maar wat ik dus vind bij de Plexer, ja. Het is dus een fantastische manier om zeg maar zonder operatie je oogleden te liften. En dus inderdaad nu ook een beetje dus je kaaklijn te verstrakken. Maar het ziet er best heftig uit. Ja, het is ook gewoon, ja, het is ook een heftig. En het feit is daar zitten nogal wat. Geeft heel veel vragen ook in onze praktijk hoe dat nou. Hoe behandel je dat na afloop? Want je ziet namelijk roodheid. Ja. Allemaal hele kleine. Precies. Rode verwondingjes boven je oog. Ja. Menselijk is om daaraan te gaan krabbelen. Ja, zeker. Nou, weet je, ik heb eerst in eerdere filmpjes heb ik dat eigenlijk relatief, toch wel redelijk duidelijk wel gezegd. Zo van tussen 3 en 8 weken roodheid. Ja. 3 dagen zwelling, over 3 dagen zwelling en 7 dagen korstjes. Nou, dat klopt ook allemaal. Ja. Maar we dus hebben net na de behandeling, dag 1, 2 en 3, zijn je ogen niet alleen rood, maar ze zijn echt ook dik. Dik, ja. En daarna neemt dat vocht neemt af. En heb je de korstjes. Dan heb je de korstjes. Nou, voorheen was dat echt zo. Was anderhalf jaar, nu een jaar geleden, anderhalf jaar. Visiderma blend. Je hebt de eerste dagen heb je dus zwelling. En je hebt die korstjes. Nou, die Visiderma blend kan ervoor zorgen dus dat het een beetje wat weker wordt. Dat weker. Dus de korstjes. De korstjes. En we willen het liefst dat die korstjes zo droog mogelijk zijn en dat ze er gewoon vanzelf afgaan. Ja, ik vergelijk het een beetje met een chemische peeling. Ja. Je huid doet eigenlijk zelf het werk daarna. Ja, nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar het feit is wat je wil met de Visiderma blend, is niet om te camoufleren, maar je wil ervoor zorgen dat er geen hyperpigmentatie komt. Als je dat afdekt, dan wordt die huid ademt. Hè. Dus daar komt er gewoon een beschermend laagje of een laagje komt er overheen. En daardoor kan die wond wat vochtiger worden. Ja. Dus je gaat, dus dat hoor ik wel eens bij patiënten, ja, het is niet beter om het gewoon droog te laten. Ja. Dat is zo, maar je wil natuurlijk niet het risico. Ik wil het risico niet lopen dat iemand hyperpigmentatie krijgt. Dus wat je nodig hebt, is eigenlijk een product die enerzijds dus de hyperpigmentatie tegengaat. Liefst ook niet 1 keer in de 2 uur moet smeren, wat met de andere SPF's maar nodig is. Liefst eigenlijk ook nog een beetje camoufleert. En liefst eigenlijk ook nog ervoor zorgt is dat het niet zo vettig of afsluitend is. Nou, dat hadden we. Daar heb ik heel lang naar moeten zoeken. Wat adviseer je bij korstjes? Oké, wat ik adviseer, we hebben daar heel lang naar gezocht. Dat is eigenlijk de Epions. Een SPF van 50. En dat heeft ook die ook wat camouflerend werkt. Dus dat is wat we nu adviseren. En daar zit ook een zonnebrandcrème in? Daar zit dus een zonnebrandcrème in. 1. Tweede, er zit een beetje een kleurtje in. Dus dat is ook altijd wel fijn. Altijd fijn, hè, als je met die korstjes rondloopt. Ja. Dat is een tweede. En het derde is, en dat is eigenlijk wat belangrijkste nog. Nou, je hoeft het niet zo vaak te smeren met een reguliere zonnebrandcrème. Reguliere zonnebrandcrème. Dan moet je namelijk elke 2 uur herhalen, want dan loopt die werking. Ja. Want het is juist heel belangrijk, ook bij blauwe plekken, maar ook bij korstjes, is dat je je beschermt tegen de zon. Juist, zo is het. Want anders krijg je hyperpigmentatie en dan zijn bruine vlekken in je gezicht. Ja. Maar het andere punt is, en dat is ook dus dat je met dat die Epions er ook voor zorgt dus dat het wondgenezing zoveel min mogelijk in de weg zit. Want het feit is die crèmes, dat iedereen, SPF, maar ook bijvoorbeeld de vroegere Visiderma blend. Ja. Die zijn allemaal een beetje wat dikker. Ja. En dat sluit het helemaal af. En dat afsluitende zorgt ervoor dus dat die genezing
ja, dat het gewoon een beetje vochtig wordt, die korstjes. En dat is juist niet wat je wil. Nou weet ik, nou ben ik, heb ik zelf een chemische peeling gehad. Het jeukt. Ja. Ja, je kunt het niet helemaal vergelijken. Het is natuurlijk wat anders. Maar ik weet het, dat zodra het er een genezingsproces in gang wordt gezet, gaat iets jeuken. Ja. Mag je krabben? Nee, je mag dus niet krabben. Wat moet je doen als je jeuk hebt? Als je jeuk hebt, zijn er een aantal dingen wat je kan doen. Nou, koelen werkt over het algemeen. Ik wou het zeggen, een nat koud washandje. Nat koud washandje. Nat koud washandje. Die jeuk, mag ik het een beetje wetenschappelijk vertellen? Of heb je zoiets van... Ja, tuurlijk. Nou, jeuk komt ervoor dus dat eigenlijk bepaalde mistcellen worden geactiveerd. Ja. En door gewoon een koud nat washandje of gewoon wattenschijfjes die nat zijn. Ja. Dat 10 minuten of 20 minuten is, zorgt voor 30% dat eigenlijk die mestcellen die dat jeuk veroorzaken ook worden gereduceerd. Dus dat is net zo goed eigenlijk als zo'n pilletje. Oh ja. Dus gewoon doen, dat is prima. Het tweede, en dat kan je dus gewoon met een pilletje. Dat is een, dat kan je ook gewoon bij het kruidvat halen. Ja. En springen. Als je jeuk hebt. Is dat zo? Werkt dat bij jou? Ja, afleidend. Zoek afleiding. Iets. Als je maar niet gaat krabben. Nee, als je maar niet gaat krabben. Dat is eigenlijk het advies. Je kan met mentholcreme en zo. Maar dat wil je eigenlijk allemaal niet te veel op die wond smeren. Want daar speelt namelijk ook mee. Zo min mogelijk irriteren. Zo min mogelijk irriteren. Ja, wat mensen doen, is ze smeren er heel veel op. Ja. En dan komt dit. En dan komt die crème. En dan komt die crème. En ik moet eerlijk zeggen, individueel gezien zou het misschien ook prima kunnen werken. Want het feit is al die crèmes hebben allemaal werkende stoffen. Ja? Mm-hmm. En allemaal werkende stoffen. En ik moet eerlijk zeggen, dan is altijd bij jou zo dat ze komen, wat is nou de beste crème? Wat is, ja, maar die krijgt, ja. Ja, het feit is... Dat is net zoals, wat is het beste dieet? Het feit is dat er enorme variatie zit in die huidtypes. En die droge huid, wat je allemaal dan leert, ook in die blogs, en dat schrijf je ook over. Eigenlijk is dat niet helemaal waar. Want het feit is die crèmes... Zie je me boos kijken? Nee hoor. Nee, maar die crèmes, als je maar één deel van die crème daar slecht op reageert, werkt die niet. Dus je zult altijd wat moeten uit moeten proberen. En ik zeg altijd, keep it simple. Ja. Dus hou je bij één ding. Wat goed werkt. Maar even, wat mijn punt is na de plexer heb je dat dus nog meer. Want het is veel dunner. Ja. Dus die huid gaat veel meer reageren. Ja, ik snap dat. Dus dan kan je dus geen mentholcreme en al die dingen erop zetten. Geen eucalyptus allemaal. Geen eucalyptus allemaal even lekker laten rusten. Want het feit is als het dan heel rood is, of als het dan nog rooier wordt, dan moet je dan niet boos gaan worden op de plexer. Mag je wel reinigen je huid? Ja, dat mag. Belangrijk is om niet heel erg zo van... alles maar eruit te halen. Alles proberen af te halen. Hè? Zo van heel precies. Oh, het moet echt helemaal brandschoon zijn. Dat is niet goed. Dan kan je beter maar een klein beetje viezigheid van die crème of weet ik veel laten zitten. Want als je echt maar alleen maar loopt te boenen, dat zorgt ook weer voor hyperpigmentatie. Ja. Last but not least, na hoe lang ben ik weer toonbaar? Ja, nou, het feit is de eerste week ben je gewoon niet toonbaar. Nee. De roodheid kan tussen 3 en 8 weken zijn. Dat is wel belangrijk. Het kan ook langer zijn. Dat is wel ook belangrijk. Ja? En in veel gevallen gaat hij gewoon... Gaat allemaal weg. Allemaal weg. Belangrijk is geen corticosteroïden zalf erop smeren. Geen hormoonzalf. Geen hormoonzalf. En vooral echt rust hebben. Je kan je voorstellen, als je denkt van, goh, ik wil... Nou ja, als je een plantje wil laten groeien, helpt het ook niet om eraan te trekken. Snap je wat ik bedoel? Mooie omschrijving. En het feit is, je moet die huid optimaal inzetten, optimaal genezen. Je moet ook optimaal beschermen. Ook dus als die korstjes weg zijn, kan je dus wel met beschermende crèmes, en waar echt, het zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, die moet je dan erover zetten, want die huidbarrière, die is verstoord. En dat zorgt voor die roodheid. En dat moet je gewoon heel rustig inzetten. Maar als jij continu maar blijft smeren, continu blijft drijven, elke keer, dan denk je van dat je heel erg verzorgend bent en dat je nog sneller bent. Eigenlijk zorgt ervoor dat het nog langer gaat duren. Dus je moet ook een stukje daarin geduld hebben. Ik wou net zeggen, geduld is een schone zaak.